de knop in neerzet. Nou goed, wij hebben nu een interview met de oprichter van de pagina Heavy Metal Grun, Fred Naberman. Mooi. Mooi, Fred. Mooi. Ja, Fred, vertel eens eigenlijk wat over jezelf. Wat doe je in het dagelijks leven en ja, wat heb jij zoal met metal? Ja, ik ben dus Fred Naberman uit Groningen. Ik ben geboren in getogen stadje. Ik woon in mijn hele leven al, dat is dus 49 jaar nu. En in mijn dagelijkse leven, nou dat heeft niet zo gek veel te maken met heavy metal eigenlijk. In mijn dagelijkse leven ben ik eigenlijk laboratoriummedewerker. Dat is eigenlijk mijn opleiding. En ik werk momenteel bij een bedrijf in Oogkerk, waarvan ik de naam niet mag vertellen, omdat het Ecopol is. En ik doe daar op het laboratorium kwaliteitscontrole. Ik haal monsters uit de fabriek, ik analyseer die en de resultaten gaan de fabriek in. Nou, daar stellen ze het proces op bij. Keuren ze het product af of niet. Dus en ik doe dat samen met twee collega's in drie ploegendienst. Ik heb deze week nachtdienst. Dus ja, ik mag straks weer. Echt weer. Tot morgenochtend 6 uur. Dus en dat is eigenlijk in het kort wat ik eigenlijk doe. En daarnaast, ja, heavy metal. Wat heeft Fred met heavy metal? Wat heb ik met heavy metal? Nou, eigenlijk alles. Heavy metal ben ik ooit mee begonnen toen ik een jaar of 18, 19 was. Dat is nou dus alweer zeker 30 jaar geleden. En ja, ik was een jaar of 18, 19 en ik luisterde nog heel braaf naar Top Op, Creed, Saturday Night Fever. Oh god. Ja, ja, je bent er nog niet verstandelijk goed ontwikkeld. Maar ik had met Duits had ik een jongen naast mij zitten. En hij zei, Chris, zette die Night Fever. Ik snap niet waar je eraan vindt. Hij zei, weet je wat je doet? Hij zei, je moet eens gewoon een keer die LP beluisteren van AC/DC. If You Want Blood, You've Got It. Hij zei, die is nog net uit. Dat was een goede LP. Dat was een hele goede LP. Dus, en ik op de gok, ik vroeg dat ding aan Sinterklaas. Nou, de goed heilig man heeft dat ding gelukkig aan mij gegeven. Ik beluisterde dat LP'tje en op een slaapkamertje. Ik dacht echt nog bij mezelf van, nou dat gaat wel heel erg hard. Maar het duurde maar een week en ik draaide dat ding elke dag. En ja, op de een of andere manier gebeurde er toch iets met me. Het was toch net alsof er een soort nieuwe energie door me heen ging. Waarvan ik dacht van, wauw, dit is toch echt lekker. En ja, ik begon hem elke dag te draaien. En ja, natuurlijk ook steeds harder, dat grote afgrijzen van mijn ouders. De koffiekopjes vlogen de kast uit, zou ik maar zeggen. En ja, en toen was eigenlijk een beetje het hek van de dam. Ik ben toen wat verder op zoek gegaan en ja, alle andere LP's van EF van ACDC toen ook allemaal aangeschaft. Let Abbey Rock, hè, jullie programma. Mooie naam overigens. Power Age, Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, dat was geloof ik de allereerste. Of nee, wat is het? De eerste was High Voltage. High Voltage, ja. Nee, dat was eentje die kreeg ik pas heel laat trouwens. Die moest ik nog bestellen speciaal bij Hemmers. In de Steenselstraat, het winkeltje is er helaas nog niet meer. En ja, daarnaast ga je dan natuurlijk nog verder kijken. Ja, toen had je programma's op de radio van Alfred Lagarde, Betonuur. Ja. Dat was dinsdags altijd, even kijken, 4 tot 5 geloof ik. Ja, woensdags, Stampij van Hanneke Kapper. Ja, precies. Ja, dat was Hanneke Kapper, die komt trouwens ook uit Groningen. Was toen zangeres van White Honey. En daar ga je naar luisteren en je ontdekt ineens nog veel meer. Je ontdekt ineens bands als Rainbow, Deep Purple, Sammy Hagar, Roddy Gallagher, Ted Nugent, nou, noem het maar op. En ja, echt geld voor LP's had ik toen natuurlijk nog niet. Dus wat deed ik toen? Cassettebandje. Ja, tuurlijk. Opnemen. Het gelul eruit filteren en alles aan elkaar plakken. En ik had dus een echte hardrock LP. Ja. En ja, dat ging toen zo te gek dat ik, het werd. Het ging in mijn bloed zitten. En het is er nog weer uitgegaan. Ja. Dat heb ik met metal. Wat ik ook vooral aan metal leuk vind. En dat komt ook echt een beetje uit de oude tijd, zeg maar. Ik ben echt wat dat betreft nog eentje van de oude stempel. Metal had voor mij toen stond echt synoniem aan gezelligheid. Toch metal, ik praat over metal. Dat heette vroeger nog hardrock gewoon. Heavy metal bestond er nog niet. Maar het had ook echt iets met gezelligheid. Leuk, lol, ordinaire lol, trapperij, bier zuipen, lekker wijf naast je. En dat was echt hardrock vroeger. Mm. Er bestonden nog geen geluidsrestricties. Dit mocht niet, dat mocht niet, alles kon, alles mocht. De saamhorigheid van hardrock fans onder elkaar was heel erg groot. Dat was ook echt de gezelligheid. Agressie was er niet.
Nog steeds niet trouwens. En ja, daar ben ik echt in blijven hangen. Ja, nee, maar dat heb ik ook als ik naar die oude hoezen kijk uit de periode van New Evobridis Heavy Metal. Mm-hmm. Daar straalt ook gewoon lol vanaf. Ja, zeker bijvoorbeeld die hoes van Demolition Boys heb van Girl School. Mm-hmm. Nou, je ziet alleen maar lachen en feesten en foto's. Dus ja, dat, wat jij zegt, dat straalt er ook voor mij uit. Ja, lekker man. En, maar goed, die hele metal die heeft zich allemaal verder doorontwikkeld. En ja, Fred die is gewoon ook allemaal meegegroeid. Ja. Ja, dat vind ik dan ook wel leuk. Vind ik wel leuk trouwens, want laatst zat ik een dvd'tje te bekijken van Lemmy van Motorhead. En die zegt dan ook nog zo keihard in de camera van, jongens, I still remember the days before there was rock and roll. En toen dacht ik van, ja, dat is leuk, als ik dat nou een beetje op mezelf betrek, I still remember the days before there was heavy metal. Mm-hmm. Dat bestond toen niet. Want toen op een gegeven moment die hele hardrock scene zich langzaam verder ging ontwikkelen, kwam ineens uit Engeland, Amerika, kwamen de bands als Van Halen, wat ook eigenlijk meer nog een beetje hard rock is. Maar uit Engeland kwam vooral toen ineens Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, en toen ontstond ineens de naam heavy metal. En waar die naam precies wegkomt, nou, daar kun je uren over discussiëren. Nou, iedereen heeft een eigen mening. Ja. Maar de meeste mensen zeggen van Black Sabbath was geloof ik toch de eerste band die de naam heavy metal gebruikt. Ja, en de term die schijnt weer komen van het nummer Born to be Wild. Dat heavy kunnen. Metal van de... Ja, dat zou kunnen. En wat ik ook wel eens gehoord heb is... Wat ik ook wel eens gehoord heb in theorie is dat heavy metal, of de muziek die daar vandoor ging, dat kwam voornamelijk uit de Engelse arbeiders scene, zeg maar. En heel veel van die mensen die werkten in een staalfabriek in Engeland. Ja, nou, en de liefhebbers daarvan, die luisterden naar die muziek. Dus wat er uit de staalfabriek kwam, werd de heavy metal scene. En ja, daar komt eigenlijk onder andere ook die naam vandaan. Maar dat is maar één theorie, hoor. Nee, als je Black Sabbath hebt, met Ozzy Osbourne, die kwam uit Birmingham. Ja, klopt. Staalstad. Mm-hmm. Nog een goede band er vandaag op. Judas Priest. Mm. Dus daar zal het inderdaad ook mee te maken kunnen. Robert J. Halford. De eerste homo die officieel geaccepteerd is in de metal scene. Echt wel. Homo metal. Ja, priest is mede verantwoordelijk is voor de strakke leren pakjes waarschijnlijk. Ik heb nog wel eens een dvd'tje gezien van Judas Priest uit de allereerste begintijd. Toen droegen ze nog zonbroeken. Ja, dat was nog heel anders. Pas later is die hele leren toestand erbij gekomen. Leather and metal. Ja, echt wel. Dus. En jij hebt dus onlangs een groep opgezet op Facebook, Fred. Ja, klopt. Hoe heet die ook alweer? Heavy Metal Gun. Heavy Metal Gun. Dat is voor de niet-Groningers. Gun is de dialectnaam voor Groningen. Ja. Dus officieel vertaald gewoon Heavy Metal Groningen. Ja. En waarom heb je die groep opgezet, Fred? Wat was de gedachte daarachter? Wat is het doel daarvan? Het doel daarvan? Nou, het doel daarvan was eigenlijk gewoon om de hele metal scene van de drie noordelijke provinciën, Groningen, Friesland, Drenthe, een beetje meer op één hoop te gooien. Onder één noemer te brengen, samen te brengen. Kijk, ja, in Groningen had je vroeger één hele grote of één hele bekende metalkroeg. Dat was Café de Ster. Ja. Van Sean en Mickey Turn. En helaas, een jaar of twee geleden, toen is die kroeg gestopt. Officieel zeggen ze, de brouwerij heeft de stekker eruit getrokken. Of het contract werd niet verlengd. Maar ik heb zelf het idee gewoon dat de eigenaars, die begonnen echt een beetje op leeftijd te komen. En ja, dan kun je die mensen gewoon niet kwalijk nemen. Die mensen moeten ook aan zichzelf denken. Die hebben die kroeg 30 jaar gehad. En met alle respect, ze hebben het geweldig gedaan. Dus, en die hebben echt zo gezegd van, ja, Johnny had ook een beetje hartproblemen. Dus die hebben gezegd van, nou, we trekken dat gewoon niet echt meer. Dus we gooien de kroeg dicht. We verlengen het contract niet meer. Maar wat kregen toen? De hele metal scene in Groningen, die begon een beetje te versplinteren. Alles viel een beetje uit elkaar. Nou, dat werd gewoon ontzettend jammer. Dus, maar een van de barkeepers van de Ster, Wokkel, heel bekend in Groningen, wereldberoemd in Groningen. Die heeft er toen voornamelijk voor gezorgd dat de geest van de Ster verder ging in de benzinebar. De benzinebar is een kroeg in de Hoekstraat in Groningen. En, nou, echt een beetje een cultkroeg. Midden in de Roze Buurt, notabene. Maar Wokkel heeft ervoor gezorgd dat die hele metalbeweging werd gecentraliseerd in de benzinebar. Tenminste, dat was de bedoeling. Er kwam een heel groot afscheidsfeest voor Café de Ster. Met een afterparty in de benzinebar. Maar daarna bleef het een beetje stil.
En dat lag aan een paar dingen. Heel veel mensen die dachten dat die afterparty na de ster in de benzinebar ook echt het einde was van de benzinebar. Maar dat het niet verder ging in de benzinebar zelf. Dus die bleven weg. Nou, de prijs van Hertog Jan die was €3 per flesje, geloof ik. Nou, toen zeiden de mensen ook van, dat kunnen we ergens anders veel goedkoper krijgen. En dus de benzinebar die zat op zeker een beetje de eerste 2-3 maanden met nou een vrijwel lege tent. Totdat een van de jongens die achter de draaitafel stond, Niels van Wijk, die zette toen op huis ineens een kreet neer van, jongens, waar blijven jullie? Als dit zo doorgaat, dan moet deze tent ook dicht. En dan heeft Groningen helemaal geen metalbar meer. Nou, toen zijn we gaan nadenken en hebben we gezegd van, nou weet je wat we doen? We gaan proberen alles te promoten. De benzinebar moet open blijven voor de metalfans in Groningen en de noordelijke provincie. En toen ben ik zelf begonnen met het maken van mini-posters, flyers, reclame voor de benzinebar. De metal tent van Groningen zit daar. Kom allemaal, gezellig. We maken er een leuke bende van. De metal scene moet blijven. En die heb ik gewoon op heel veel plekken in Nederland neergehongen. Overal waar metal fans kwamen. Om te proberen de boel een beetje open te houden. Nou, dat is zijdelings gelukt. De prijs van het bier ging met 50 cent naar beneden, gelukkig. En de mensen gingen langzaam weer een klein beetje komen. Maar uiteindelijk dacht ik wel van, je kan nog veel meer doen. Als je nou bijvoorbeeld probeert om, heel veel mensen zitten op huis. Ja. Als ik nou eens een huispagina ga maken van de benzinebar. Dat trekt mensen, hoop ik. Maar dat plan is een beetje een stille dood gestorven. Tot ik ineens erachter kwam dat er op nog veel meer plekken in de stad iets met metal gebeurde. Ja, in de Crowbar in Groningen had je iemand, Harry Brindman, die organiseerde eens in de maand een metal night. Je had in Café de Balk, dat is uit Echo, de meer of meer los vaste lid van Vortex. Die had daar elke vrijdagavond een rock'n'roll uurtje. Toen dacht ik van, nou, als je nou eens een huispagina gaat maken van alles wat er met metal te maken heeft in de stad Groningen, op één huispagina neerzet. Ja, ook dat is weer een stille dood gestorven. Tot ik op zeker moment zoiets had van, weet je wat, huis aftakelen, weet je, gezondheid daar, jongen. Ja, lekker. Maar ik denk, weet je wat, als ik nou eens iets ga doen op Facebook. En ik zag ineens dat je op Facebook heel gemakkelijk een groep kon aanmaken. En toen was op zeker moment op een ochtend in 2 minuten tijd, heb je met een Groninger geboren. En ik heb de eerste 53 leden zelf toegevoegd uit mijn kennissenkring. En tot mijn grote verbazing, 2 uur later was het al gegroeid naar 85. En ik zit nu op iets van 212 leden. Dat is al een hele vooruitgang. Dat is een hele vooruitgang. En ik begon te merken dat. Ja, goed. En ik begon ook te merken dat heel veel mensen gingen dat ook waarderen. En mensen ik poste zelf heel veel. Optredens, metalkroegen, CD-releases, alles wat te maken heeft met metal. Ja. In Groningen, Friesland, Drenthe, post ik daar zo. En andere mensen gingen het ook doen. Die zetten ook hun eigen optredens en alles wat te maken had met metal, zetten ze gewoon neer. En mensen vonden elkaar ook weer. Ja. En dat was ook een beetje mijn doelstelling, dat mensen elkaar ook gingen vinden op mijn Facebookgroep. Van, hey jongens, jij houdt ook van metal, jij houdt ook van metal. We organiseren samen wat. Mensen konden veel sneller vinden waar ergens optredens waren. Zodat de hele metal scene weer een beetje samen kwam. En mensen gingen zelfs onder elkaar dingen organiseren. Van, goh, zullen we het Noordschok weer leven inblazen? Dat soort dingen. Ja. Nou, dat deed me wel heel veel plezier. Dus ik dacht, nou, ik doe niet niks. Ja. Zo is het eigenlijk een beetje geboren. Ja, en onze luisteraars, die kunnen volgens mij, kunnen die ook gewoon lid worden? Ja, dat met kan. Met de groep is het toch ook zo dat je toegevoegd moet worden? Of kun je zelf ook... Ja, wat ik tegenwoordig nogal veel doe, is dat ik, als ik mensen tegenkom in de stad, waarvan ik zie van, hey, metal fans, hebben jullie ook belang bij die Facebookgroep van mij? Nou, dan worden ze eerst gewoon vriend van mij, zeg maar, op Facebook. Ja. En dan kan ik ze zelf toevoegen. Ja. Of ze doen zelf een oproep op Facebook van, mag ik lid worden van deze groep? Nou, dat gaat direct door. Of ze worden door iemand anders weer toegevoegd. Ja. Dus dat gaat in feite heel simpel. Ja. En dan komen we bij Heavy Metal Grun. Heavy Metal Grun. Ja. Jawel. Nou ja, jij loopt al enige tijd mee in... De metal scene en ook in de Groningse metal scene. Hoe de staat van de Groningse metal scene op het moment, hoe zie jij dat? Ik zie dat een beetje groeien, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Er gebeurt weer een beetje meer. Vooral ook door mijn eigen Facebookgroep, zag ik het groeien. Ja. Nou, daar heb je ook direct zicht op. Waar ik jullie ben tegengekomen, bijvoorbeeld, in Winschoten, bij Sorm. Ja. Ja. Dat was van Erwin Meijer. Die organiseerde daar Sorm. En dat zag ik ook op Facebook komen.
En je kwam er op zeker moment toch steeds meer achter. Bijvoorbeeld in Vera worden met avonden georganiseerd. In Poppodium Romein in Leeuwarden worden heel veel dingen georganiseerd. Iduna in Drachten. Ja. Je hebt in Hogeveen, meen ik een... Het podium. Het podium heb je ook nog. Nou, Winschoten dus. Winschoten organiseert ook Sorm Open Air. Ja. Wat hebben we nog meer? Nou, en Simplon. Simplon heeft natuurlijk wat. En kort geleden, de eerste keer, More Metal in Gun. Ja. Dat was in het Platformtheater. Ja. Dat is ook een heel goed initiatief. Dat gaat, geloof ik, eind januari gaat het weer beginnen. Dan komt er weer een tweede deel. Dan komt een deel 2. Gelukkig weer. Tweede deel. Dus we heugen ons nu al op Jantje. Dus. Ja, ze plaatsen al een oproep op Facebook van bandjes zich graag aanmelden. Ja. Nou ja, dan hebben we natuurlijk onlangs ook nog weer de 20e editie van Gun Metals Combined gehad. Ja, die was ik al vergeten. Ja, klopt inderdaad. Dat was vorige week, hè? Dat was weer een mooi feestje. Daar was een heel gezellig feestje, ja. Maar heb je nu ook het idee dat er weer meer gebeurt dan vroeger? Of is het... Nou, in ieder geval... komt het mij een beetje meer ter oren nou, hè? Ja. Door de Facebookgroep. Maar er zal in het verleden ook genoeg gebeurd zijn. Mm-hmm. Maar vind je dat er veel veranderd is qua op metalgebied ten opzichte van vroeger? Want jij hebt die scene wel vanaf het begin zien ontwikkelen. Mm-hmm. Merk je zoveel verandering? Nou, wat we net al zeiden, het heeft een groei doorgemaakt. Hè? Vroeger was het echt een beetje toch een soort van losgeslagen bende, vond ik het eigenlijk. Het ging echt puur voor de loltraperij. Maar... Het enige grote verschil wat ik zie, en dat ben ik ergens in de jaren 90 ook een beetje tegenaan gaan hikken, ze werden veel te serieus. Het moest zo nodig allemaal ineens. Vroeger was het allemaal heel vrij. Het maakte niet uit of je nou van Venom hield of van Status Quo of op mijn part van Rory Gallagher, dat maakte niet uit. Ja, zolang er geen K3 was. Maar dat had je vroeger ook nog niet, hè? Nee, gelukkig niet, nee. Maar, kan ook leuk zijn op zijn tijd. Wat? Kan op zijn tijd ook heel leuk zijn. Ja, ik kan ook heel leuk zijn. Ja, die vrouw wel, ja. Kom de muziek. Ja. We gaan verder. Nou, het is gelukkig geen zanger zonder naam. Maar, leeft hij nog trouwens? Ik weet niet, maar is niet een zanger zonder stem op het moment. Ja, volgens mij is hij al zonder lichaam momenteel. Maar die is ook volgens mij is hij ook kleiner geworden. Maar, toch. Maar... Het enige echt grote verschil zag ik gewoon dat ze op de duur, ze werden steeds serieuzer. Er kwam een soort dresscode. Mensen gingen ineens lopen met van die rare spikes en toestanden, rare patchjasjes. Mensen gingen elkaar ineens met de nek aankijken omdat ze elkaar niet meer heavy genoeg vonden. Niet true genoeg. Nee, precies. Ja, dat vind ik ook een soort rare kreet. Op het racistisch afhaast. Maar de vrijheid was een beetje weg. Ik voelde me op zeker moment niet echt vrij meer. Ik ben er op zeker moment, heb ik die hele middag zien ook een tijdje de rug toegekeerd. Ik was er zat van. En je zag mensen die, sterker nog, de vriendin van een goede vriend van mij, die ging op zeker moment studeren voor Hex. Nou, dacht ik nog wel eens, ja, doe jij die voor te gaan studeren, maar echt niet. Maar nee, maar het geeft alleen even aan hoe de mensen gingen leven op zeker ogenblik. Echt, het werd steeds satanischer, steeds bloederiger, steeds gekker, steeds wilder, steeds ruiger. Dat kon op zeker moment gewoon niet hard genoeg meer gaan. En toen op zeker moment, wie was het ook alweer? Was het Alice Cooper of Ozzy Osbourne? Die vleermuizen de nek doorging buiten op het podium? Dat heeft Ozzy een keer gedaan. Dat heeft Ozzy een keer gedaan. Nou, hij is al wel honger gehad, denk ik. Maar dat heeft niks te maken met muziek. Echt niet. En je ziet nu nog fans in de metal scene... Vergeleken met vroeger. Vroeger waren het leeghoofden, hier en daar. Tegenwoordig zijn ze zwaar gestudeerd. Antropologie. Ze zijn geïnteresseerd in Europese oude culturen. Ze lezen hoe heet die Norman de Bijbel ook alweer? Was slijmen dood. Ik weet het niet meer. Nee, ik kom er ook even niet op. Nee, ik kom er ook even niet op. Hoe kom je er weer af? Maar... Toen dacht ik van, joh, toen nou, wees nou even serieus. Het gaat toch alleen om de muziek, of niet? Ja, nee. Daar zag je een enorm verschil in gewoon. En ja, dat vind ik jammer. Ja. Een beetje wel. Het gaat echt puur om de muziek. Nou ben ik laatst, op zeker moment, wel weer teruggekomen. Ik kreeg van mijn toenmalige schoonouders,
een kaartje voor een optreden van Motorhead in Hellendoorn. Mijn favoriete band Motorhead. En toen ik daar een keer weer stond, toen had ik ineens weer zoiets van, ja, ik heb toch wat gemist. Echt wel. Ik heb echt wel iets gemist. En toen we op zeker een week verder gingen naar Waldrock, toen zag ik ineens dat de sfeer van vroeger toch weer een beetje terugkwam. Dat hele geforceerde was een beetje weg. Het werd weer wat losser, wat vrijer. Ja. De mensen stonden tenminste weer een keertje lekker bezopen voor het podium in plaats van stondluchter. En ja, toen vond ik het veel leuker worden weer. De oude sfeer kwam weer een beetje terug. En dat zie ik nou gelukkig in de benzinebar ook weer. Benzinebar, de Romein, noem het maar op. Ja, dat was wel leuk trouwens. De laatste keer dat ik in de Romein was, dat was ik er samen met jullie, geloof ik wel, hè? Volgens mij wel. Ja, klopt. Toen met Coldy Throat. Met Coldy Throat, ja, inderdaad. Geweldig was dat. Een van de betere bands. Geen slijmrij Michiel, hoor. 10 december staan ze in Huis en Maas. Helaas het afscheidsoptreden in Groningen. Het moet wel een hele mooie metalmiddag worden trouwens. Het begint om 12:30 tot 2:00. Begin met Act of State. Begin met Act of State, ja, klopt. Het is vroeg uit je bed, Fred. Ja, de avond daarvoor is Van der Buist. Gewoon blijven slapen, liggen dus. Ja, ik denk dat we in één keer doorgaan. Koffie. Ik denk dat we in één keer doorgaan. Van der Buist ook nog. Nee, maar ik vond dat wordt een weekend, zeg. Ja, dat wordt echt een zwaar weekend. Dat je een top bent. Maar er wel 2 dagen vrij voor nemen, moet aan de vitaminepillen. Maar dagen nee, ik vond het, om echt te zien, de oude sfeer kwam weer terug. Ik vond het toen in theater of in Poppodium Romein, met Coldy Throat. Er waren in totaal 4, 5 bands, geloof ik. Ja. En toen op zeker omdat ze tussen de verschillende bands, waarom mag Joost weten, Tiroler muziek gingen draaien, weet ik niet. Maar ik zie nog die hele groep metal fans in Polonaise door de zaal heen gaan. Ah, dat was leuk. Kijk, en dat is de oude sfeer. Ja. Dan is echt van gezelligheid met z'n allen. We gaan ons nergens aan ergeren. Vroeger liepen mensen de zaal uit. Nu maken we gewoon een leuk feestje ervan. Ja. Gezellig. Precies. Ja, je hebt nou over de oude sfeer. Ja, ik ben een oude lul. Dus Ja. Je mag geen oude lul zeggen op de radio, hè? Dat mag dat ook alweer niet. Nee, maar goed. Joh, volgend jaar nog 50. Nou, Fred mag dat zal voor mij. Zal de luisteraars volgend jaar even een opblaaspop in de tuin bij Fred zetten? Ja, alleen maar een gat erin graag. Anders heb ik er niks aan. Ja, maar dan, het is een opblaaspop, anders loopt hij weer leeg, hè, als er een gat in zit. Ja, voor het ventieltje. Oh ja. Echt wel. Maar jij zit ook bij een andere heavy metal club, heb ik begrepen. Nou, daar zit ik nog niet bij. Ik loop heavy metal Maniacs? De Heavy Metal Maniacs. Ik loop daar zo'n beetje 1,5 jaar bij rond nou. Het is een heavy metal club in Nederland. En voor zover ik weet hebben ze ook nog leden in Duitsland, Denemarken en Spanje. Ik kwam 1,5 jaar geleden kwam ik een paar leden tegen. Die werden uiteindelijk hele goede vrienden van me. En die wezen mij op het bestaan van hun heavy metal club. En die zeiden zoiets van, nou joh, kijk er eens bij rond. Kijk of er iets voor je is. Dus ik ben eens op hun website gaan kijken. En het was de bedoeling dat je dan op hun forum een accountje aanmaakte. Op de introductiepagina stelde je jezelf voor aan de club. En ja, vanaf dat ogenblik dan gaat het balletje gewoon rollen. Je komt op clubdagen, je gaat meedraaien met de club. Je gaat samen naar festivals, optredens. Je gaat samen dingen organiseren. En langzaam groei je dan de club een beetje in. En dat kan op zeker, omdat ik kan dat zo goed gaan klikken. Dat een van de vaste leden zegt van, nou weet je wat, we maken hem niet. En die gaat dan jou binnen in de club voordragen als lid. En op het enige besloten feest van de club, dat is in Duitsland, in de buurt van Oosterbroek. Het boerderijfeest. Dan word je aan de club echt voorgedragen als lid. Je wordt gedoopt. En dat wil zeggen, je krijgt gewoon een bier over je heen. Je krijgt je clubpatch en dan ben je officieel lid van de Heavy Metal Maniacs. Maar daar gaat toch een soort introductietijd aan vooraf. Ja. Ik ben voor de club zelf ben ik min of meer lid al, dat wel. Maar ik ben nog steeds officieel gesproken aspirant lid. Maar het is gewoon gezellig. Aankomende vrijdag dan staan we met een hele lading mensen in Vera bij het optreden van de Devil's Blood. Dan heb ik ook het huis vol logees. Helemaal gezellig. Dus, ja. En wat is precies het doel van die club? Het doel van die club is voornamelijk de promotie en bevordering van heavy metal in Nederland. En dan richten ze zich voornamelijk op bands die ja, toch wel voornamelijk uit Nederland komen. Ja. En ook voornamelijk
Heel veel leden hebben een voorkeur voor ja, wat zij noemen de enige true heavy metal. En dan, ja, daar kun je over discussiëren natuurlijk. Ik ben wat dat betreft een beetje een vreemde eend in de bijt. Met onder andere mijn voorkeur voor black and death metal. Mm-hmm. Maar... zij hebben meer een voorkeur van traditionele heavy metal. Ja, de new wave of British heavy metal. Ja. Dus ze moesten maar zelf nog uitleggen wat dat precies was. En dat wist ik niet eens. Oei. Ja, what's in a name? Ja. Het maakt mij niet uit hoe het allemaal heet. Ik draai waar ik mij gewoon lekker bij voel. Ja. En ik hou van oldschool metal. Waar zij dus van houden. Ja. Maar ik ben wat dat betreft ook veel breder gaan kijken. Black metal, death metal. Hey, deze week heb ik nachtdienst. En dan zit ik in mijn eentje op het laboratorium, s'nachts. Ja, dan vind ik gewoon voor de sfeer lekker black and death metal draaien. Dat heeft iets gewoon. Ja. Die lekkere, duistere sfeer gewoon, dat heeft echt iets. En dan draai ik echt muziek van Taken of zo. Of Dimmelborg hier, Azeroth, Behemoth. Dat heeft echt iets satanisch. Dat heeft iets met die duistere sfeer om je heen. Weet je wel, lekker. Ja. Echt wel. Vandaag ben je bezig als Dr. Steen s'nachts... Wie? Dr. Steen van het nummer van Halloween. Oh, dat zou kunnen. Dat ken ik helemaal niet. Ja. ook in een laboratorium is dat volgens mij. Als ik... Nou, de enige die ik in een laboratorium zie werken is Dr. Frankenstein. Maar, Dat is ook een band trouwens, hè? Nederlandse band, Frankenstein. Hele goede band. Okay. Echt wel. Dan zijn we volgens mij... klaar met de vragen. Ik weet niet of je zelf nog wat te zeggen hebt aan de luisteraars. Bezoekt u vooral mijn Facebookgroep. Heel gezellig. Ja. Onder andere. Nee joh. Ja, wat wil ik zeggen aan de luisteraars? Ben je bezig met even metal? Ga er vooral lekker mee door. Metal is zeker niet leeftijdsgebonden. Als je bij ons in de fanclub kijkt ook. Een van onze oudste leden is 63. Nou, die zit dus al aan zijn pensioenleeftijd. En de jongste mensen die zijn ongeveer 16. Dus metal is echt niet leeftijdsgebonden. Nee, en ik kan ook zien aan de leden. Dat is, het houdt je wel jong. Het houdt je jong, ja. Mensen schatten mij altijd jonger. Dat is meestal wel. Maar het is ook gewoon, ja, metal is op de duur een levensstijl geworden. Het is in de loop der jaren is het echt een subcultuur geworden. Met mensen die toch enorm saamhorig zijn. Onderling ook. En dat is wat ik ook gewoon leuk vind. En... ja, ik zou zeggen, ga er gewoon lekker mee door. Precies. Heel fijn. Helemaal mee eens. Juist. Bedankt, Fred. Dank u voor dit interview. Graag gedaan. Jij bedankt voor het interview, Fred. En succes met uw programma. Bedankt. Oké. Dankjewel.